Ik kom vaak op de stranden van Katwijk om te gaan hardlopen, lekker te zwemmen in de zomer, te gaan wandelen. En ik zie dat hier toch regelmatig nog wat afval ligt. Katwijk is dan hartstikke schoon strand, maar toch zie je behoorlijk wat afval nog liggen, veel plastics. Maar ik zag tegelijkertijd ook veel mensen wandelen hier. En ik heb die twee dingen eigenlijk gecombineerd in een idee om die strandwandelaars uit te nodigen afval mee te nemen tijdens een wandeling. Om zo die stranden schoner te houden. En dat idee heet grondstofjutters. Er hangen nu 500 juttassen bij strandpaviljoens en bij campings in Katwijk. Strandwandelaars kunnen die tassen meenemen tijdens een wandeling. Als een hond gaan uitlaten of lekker gaan wandelen. En dan kunnen ze makkelijk het afval in de tas meenemen tijdens die wandeling. En als ze dat weer inleveren bij die strandpaviljoens, krijgen ze voor een lekker kopje koffie of een ijsje als bedankje. En zo werken dus ondernemers en strandwandelaars samen voor een schoon strand. Ik ben Noortje Schrouwen en ik ben supporter van Schoon. Er was hier een melkboer, die stopte ermee. En toen dacht mijn vader, ik ga dat doen. Ja, en zo is het hier gekomen en toen geleidelijk aan opgebouwd. En nou ja, dat begon eerst met de motorbakfiets en later met een volksbus en een kar erachter. En ik wist nog niet wat ik wilde. Nou, je wilde natuurlijk nooit bij je vader werken, maar wat ik wel wilde, wist ik ook niet. Toen zei mijn vader, nou weet je wat, probeer het een half jaar. Ik vond het heerlijk. Ik heb er nooit één dag spijt van gehad. Ik heb hier mensen, daar loop ik gewoon naar binnen en kijk ik zelf even wat ze nodig hebben. Maar ik rijd natuurlijk door het hele dorp. En dan op een gegeven moment, dan lag er ergens een pakje sigaretten of een blikje. Nou, dat irriteerde me. En ik ben er best wel eens een keer voorbij gereden. Maar als er dan de volgende dag nog lag, dan stopte ik. En dan haalde ik het op en dan gooide ik het in mijn emmertje. Dus zo heb ik al heel wat tonnen vuil door de jaren heen in die 50 jaar opgeruimd. Ik ben Kees Pels en ik ben een hele erge supporter van Schoon. Ik vind het niets fijner dan gewoon de wereld overzwerven en prachtige stranden zien, prachtige landen ook zien. Maar voor mij is het altijd weer thuiskomen om hier te zijn. Het strand staat voor mij voor mijn jeugd, voor vrijheid, buitenspelen. Ik hou tegenwoordig ontzettend veel van kiten, lekker hardlopen op het strand. Dus het is voor mij echt de ultieme plek om te ontspannen. We denken eerder aan een tropisch strand met een helder wit zand, dat de definitie van schoon is. Maar in heel veel tropische bestemmingen is het strand ontzettend smerig. Er spoelt ontzettend veel zwerfvuil aan. Mensen laten echt gewoon letterlijk alles wat ze gebruiken ook achter op het strand. Vissers laten hun netten liggen. Wij hebben gewoon relatief gezien echt schone stranden. En het moet ook allemaal niet te betuttelend worden, weet je wel. Ik vind het gewoon te gek als ik hier kan hardlopen en het strand om me heen mooi schoon is zonder rotzooi. Hi, ik ben Floortje Dessing en ook ik ben supporter van Schoon. Ik was freelance communicatieadviseur en zat voor mijn gevoel veel te veel achter de computer. Op een ochtend ben ik naar het strand gegaan. In plaats van dat ik verder ging met mijn hardlooproute, ben ik plastic gaan rapen. En ik had die ochtend zo'n enorm voldaan gevoel dat ik dacht, dit ga ik vaker doen. Toen ik echt het roer om ging gooien, dat duurde nog wel even. Dat is eigenlijk gebeurd na mijn wereldreis samen met mijn man en mijn twee kinderen. Wij wilden op Bali laten zien hoe mooi we 13 jaar daarvoor gedoken hadden. Wat daar gebeurde, ik stond eigenlijk letterlijk te huilen met de kinderen aan mijn zij. Om al het afval wat we daar zagen drijven in de zee. Bij Stichting Jutters Geluk werken we met mensen die tijdelijk of voor langere tijd minder goed meekomen in de maatschappij. We rapen dus 2-3 keer per week afval van het strand en daarvan maken we weer mooie producten die vervolgens weer verkocht worden. Ik ben Suzanne Klaassen en samen met de mensen van Jutters Geluk ben ik supporter van Schoon. Ik ben iemand die altijd met projectjes bezig is. Dit idee is ontstaan terwijl ik op vakantie waren in Spanje. Als ik een biertje drink, dan mag ik graag een sigaretje roken. En het viel mij op dat meerdere mensen die daar rookten, en er waren geen asbakken in de buurt. En dan zie je dat mensen de peuken op de grond gooien. Toen ben ik er eens ingedoken. Nou, daar bleek uit dat er 9 miljard peuken per jaar zeg maar, op de grond worden gegooid. Mijn visie was dat een roker met één hand die peuk kwijt moet kunnen. Daarom heb ik dit product gekozen. En ik koop het in en verkoop het tegen kostprijs plus een bepaald percentage om dit initiatief gaande te houden. Dus de parade heb ik toen ook benaderd. En daar hebben ze zeg maar, die asbakjes aangeboden, zodat mensen als ze peuken kopen direct zo'n asbakje konden krijgen.
Nee, ik word er niet rijk van. De meeste bedrijven die dit doen, doen dat zeg maar niet om geld eraan te verdienen. Maar doen het eigenlijk meer om ja, te voorkomen dat het op de grond komt. Ik ben Hans de Bruin en ik ben supporter van Schoon. We zijn op stadsboerderij De Molenweide in Den Haag. En dat is een van de 10 stadsboerderijen die we in Den Haag hebben. Kinderen tussen de 0 en de 101 mogen hier actief deelnemen. We organiseren heel veel activiteiten. Wij stimuleren dat mensen, jong en oud, hun omgeving schoonhouden. Om dat te doen proberen we ze bewuster te maken, voorlichting te geven. Maar ook leuke activiteiten samen met ze te organiseren. We hebben deze zomervakantie een blikperskampioenschap georganiseerd. 10 stadsboerderijen in voorronde. Wij zorgen voor een grote pers, we zorgen voor de prijzen. En de kinderen moeten dan blikjes meenemen die ze op straat vinden of thuis bijna in de afvalbak komen. En die mogen ze dan een half minuut lang mogen ze persen. En wie de meeste in een halve minuut heeft gedaan, die wordt de winnaar. Mijn naam is Hans de Rijk en ik ben supporter van Schoon. Een jaar geleden heb ik mijn eerste echte treasure in Nederland gedaan. Ik heb ongeveer 100 meter strand kunnen afleggen en toen had ik zoveel verzameld dat ik niet verder kon. Toen heb ik een driedimensionaal, noem het piratenschip, gebouwd. En toen het af was, ging ik meteen kinderen ermee spelen. En samen met die kinderen en de ouders hebben we het even opgeruimd. En vanaf dat moment ben ik de prullenbak een schatkist genoemd. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en hebben we allerlei verschillende groepen en partijen en mensen gehad. Waar het ons om gaat is de positieve gedragsverandering. Kinderen houden van dieren, volwassenen houden eigenlijk ook van dieren, maar die zijn dat een beetje kwijtgeraakt. En in plaats van dat we kinderen leren, je mag niet dingen op de grond gooien, we maken van hun dierenredders, we maken van hun helden. En van de volwassenen ook. We hebben inmiddels een locatie op de boulevard in Scheveningen. Dat hebben we omgetoverd tot museum. Alles staat hier heel mooi opgesteld, uitgestald. We bouwen er altijd wat kunstdingen van. Want ik heb zoiets zo van, als je dan heel hard hebt gewerkt, dan mag je ook eventjes als beloning eventjes lol trappen. Ik ben Ralf Groenheide, treasure hunter en supporter van Schoon. Het was in 2012 dat ik op zaterdagmiddag terugkwam van paardrijden. En dan zag ik in het buitengebied afval liggen en op een gegeven moment ben ik gestopt en heb ik een afvalzak vol met verfafval opgehaald. En dat ben ik eens in de zoveel weken gaan doen. De gemeente had toen een website waar je burgerinitiatieven kon posten. En dat heb ik toen gedaan. Uit die vrijwilligers is op een gegeven moment opgeruimd Leusden ontstaan. Nou, mensen komen op zaterdagochtend en kiezen samen met een partner een route uit. En dan ruimen ze op tot ongeveer 10:30. En dan bij terugkomst is er nog een kopje koffie. En dus er komen steeds meer initiatieven. En er zijn nu leskisten gemaakt met informatie en vragen over zwerfafval. Bedrijven doen mee, festivals in Leusden doen mee. Ja, heel Leusden spant zich in om Leusden schoon te houden. Mijn naam is Frans van Zalen en samen met de mensen van Opgeruimd Leusden ben ik supporter van Schoon. Ik had gehoord van een actie in Estland. Daar hadden ze het land opgeruimd in 1 dag. En dat was gelukt zonder geld te gebruiken en met 50.000 mensen. En toen in 2012 dachten ze, als ze met een land kan, kan het ook met de wereld. En ik dacht, nou ja, dan moet iemand Nederland maar initiëren. En dat was ik. Nou, wat heel leuk is voor mij, dat ik de eerste mocht zijn die een tikje tegen dat project aangaf. En dus dat ik de naam mocht geven en de datum mocht kiezen en dat ook gedaan heb. Happy Keep It Clean Day. En ik wil heel graag dat het is als Koningsdag. Dus dat mensen gewoon weten, die dag doen we dat. Dus de 3e vrijdag van september ga je van huis naar je werk of van huis naar school. En dan is het Keep It Clean Day en dan doe je gewoon mee. Het is heel bijzonder om mee te maken dat iets doorgaat en dat het steeds groter wordt. Ik ben Annette Dulle en supporter van Schoon. Nou, we kregen een opdracht van school, want de juf zei dat er een nieuwe burgemeester kwam en dat we daar een brief over moesten schrijven. En dan mocht je zelf weten waar je het over schreef. Met school moesten wij elke jaar 2 keer met groepjes moeten we langs de straten en opruimen. Blikjes, bananenschillen,
Het is toch wel jammer om te zien dat er bijvoorbeeld in vijvers overal flesjes en blikjes liggen, terwijl er ook nog eenden zwemmen. Dus mijn opmerking was eigenlijk dat het heel erg vervuild was in Balk, dat ik daar kon helpen of dat de burgemeester daar wat tegen kon doen. Ja, dat is toch leuker voor iedereen, vooral voor dieren die hier ook leven. Want als jij bijvoorbeeld een eend was, dan zou jij toch ook niet willen dat je in troep zwemt. Ik ben Joran de Jonge en ik ben supporter van Schoon. Schoon strand is belangrijk voor Katwijk, want we hebben te maken met onze toeristen. En die verwachten als ze hier een fijne dag naar strand komen, dat ze neer kunnen strijken op een schoon strand. En dat is als gemeente Katwijk ons wel wat waard om een goede gastheer te zijn voor onze toerist. En onze inwoners uiteraard. Bij de strandafgangen hebben we borden neergezet met daarbij een stukje positieve gedragsbeïnvloeding. Om te zeggen, jongens, welkom hier op strand, maar hou het netjes. En als ze weggaan, bedankt dat u het zo achtergelaten heeft. Nou, zelf draag ik eraan bij dat als ik wat zie liggen en ik loop er, dan pak ik het gewoon op en dan gooi ik het in een prullenbak. En ik merk dat het aan mijn kinderen, hoe gek het ook klinkt, ook merk dat die daar toch alweer anders over beginnen te denken. Omdat ik er anders over denk. Ik zie het hetzelfde als de gordel omdoen. Daar zijn we in 1975 mee begonnen. In het begin vond iedereen het heel raar dat je een gordel om moest. En eigenlijk zijn we nu op een punt gekomen dat als je in een auto stapt, dat je je een beetje naakt voelt als je hem niet om hebt. En daar moet je naartoe. Ook met afval. Ik ben Jacco Verdoes en ik ben een supporter van Schoon. De Randstadrail is een lijnennet vanaf Den Haag. Nou, we hebben een pilot gedaan samen met RET dat de station schoner zou worden. En dat is gedaan door middel van bestikkering van de grote prullenbakken, maar ook door kauwgomverwijdering en schoonmaak van de halte aan zich. En Nederland Schoon heeft prachtige foto's van de omgeving laten maken. En dat maakt het weer een stuk aantrekkelijker om daar hier te vertoeven. Doordat je het gezamenlijk gaat doen, heb je ook wat meer buddy. RET rijdt over een deeltraject van wat we gezamenlijk rijden en je zou dan alleen HTM dat doen. Oogt dat ook voor de reiziger een beetje vreemd, want die denkt van ja, waarvoor wordt daar dan wel een halte helemaal schoongemaakt en een gedeelte van dat station wordt dus niet meegenomen. En dat, ja, dat kan je eigenlijk niet doen. Wat ik hoop is dat we straks verder kunnen met andere vervoerbedrijven en dat je dan met die bedrijven ook een keer rond de tafel gaat zitten. Ik ben Misa Meinders, samen met HTM zijn we support van Schoon. We zijn hier nu bij Albert Heijn Wassenaar en dit is een familiebedrijf wat volgend jaar 100 jaar bestaat. Met onze laatste verbouwing in 2014 hebben we rekening gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent geen gasaansluiting meer, zonnepanelen, het hele pand is ledverlichting en we willen graag een schone winkel en dus ook een schone omgeving. Als ik dan s'avonds met mijn hond langs de weg loop, zeg maar, en ik zie daar allemaal afval liggen, en dan denk ik van, hé, die milkshakebeker die is van ons afkomstig. Ja, dit kan toch echt niet langer. Dus hebben we het idee opgepakt om 2 wekelijks een schoonmaakactie op touw te zetten. En dan brengen we de medewerkers die brengen we in het naburige dorp en dan moeten ze teruglopen naar de winkel. Tijdens die tocht nemen zij dus al het afval mee wat ze op hun route vinden in de berm. Ik ben Hetty Wassenaar en ook wij zijn supporter van Schoon. Het is een heel ouderwets woord, maar dat heet een roeping. Ik ben geboren voor deze job. En wat ik doe, wat mijn job eigenlijk is, is om mensen en natuur op een verantwoorde manier bij elkaar te brengen. Hoe laat je nou een grote groep mensen hun vakantie doorbrengen in een hele verantwoorde natuurlijke omgeving, zonder dat de natuur, het bos, de bomen, de vogels daar altijd een prijs voor moeten betalen. Een goed landschap is een veilig landschap, een aangenaam landschap. En in een aangenaam landschap zijn de mensen ontspannen en zijn ook echt bewust bezig met hun omgeving. Een bos is de eettafel van de natuur. Dat is een misdaad als we dat vervuilen. We gebruiken het, we mogen daarnaar kijken, we zijn er een onderdeel van. Mensen moeten zich bewust zijn dat wij een onderdeel zijn van een leefwereld. En dat die leefwereld heel goed samen kan gaan, dat verrijkend is voor elkaar. Als iedereen met respect zich gedraagt en daar ook mee omgaat. Ik ben Joe Henkens en ik ben een echte supporter van Schoon. Uh,
Het begon dat ik met de hond aan het wandelen was. Op een zekere dag bedacht ik van ja, bij elke stap denk ik, oh wat erg dat daar dat vuil ligt. Maar in diezelfde tijd kan ik het uiteindelijk opruimen. Echt uren heb ik daar rondgezworven met zwerfafval. Toen heb ik social media gebruikt, hebben we een website opgezet om mensen te vragen, doen jullie mee? Gek genoeg werd dat behoorlijk groot. Na ruim 300 mensen zijn mee gaan doen. Ik ben er achteraf best wel trots op, maar helemaal niet gerealiseerd van met hoeveel mensen dat we daar gelopen hebben. Dat heb ik helaas dan ook niet kunnen zien. Ik liep zelf gewoon mijn eigen stukje weer te lopen. Ja, wat heel tof was, dat ik zeg maar door het contact met die mensen, dat zij ook vertelden, ik doe die dag met je mee, maar eigenlijk doe ik dit elke dag al. Je denkt dat je een klein stukje doet, maar stiekem al die mensen met elkaar, wordt het steeds groter, zeg maar. Ik ben Inge van der Riet en ik ben supporter van Schoon. Dalsen staat bekend dat het een hele groene gemeente is. We hebben een prijs gewonnen, een Europese hoofdprijs. Groenste dorp van Europa. Als het schoon is, dan moet het schoon blijven. Om dat heel effectief en snel te doen, doen we dat met het Clean Team. En het Clean Team is opgericht in samenwerking met Dalsen Werkt. En Dalsen Werkt is een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, daaruit zijn twee jongens geselecteerd die het Clean Team vormen. En die gaan de hele gemeente langs bij ieder dorp in onze gemeente. En dan gaan ze alle hotspots langs qua zwerfafval. Naast het Clean Team hebben we bijvoorbeeld de vuurwerkactie. We hebben scholierenacties. We hebben subsidies beschikbaar voor buurtbewoners, voor verenigingen. Om hun straat of hun wijk of hun sportpark schoon te houden. En daar wordt gebruik van gemaakt. Iedere dag ben je weer een beetje bezig om de boel weer schoner, netter, beter, duurzamer te maken. Dus iedere dag fiets ik met een vrolijk gezicht weer naar huis. Ik ben Thijs Mosterman en ik ben supporter van Schoon. Troeptrimmen is ontstaan en misschien moet ik wel zeggen het is ontdekt toen ik naar buiten liep vanuit mijn huis en ik ging sporten 's morgens. Dan ergerde ik me aan het zwerfafval wat ik zag en dan liep ik even hard overheen, ik raapte het niet op. En dat vond ik wel gek, waarom raap ik het niet op? Toen ik het ging opruimen met door uitvalspassen te doen, sprintjes te trekken, ging ik met het zwerfafval sporten. En daarmee weer mijn lijf fitter, mijn omgeving schoner. En ik ergerde me niet meer. In het begin schaamde ik mezelf dat ik dacht, wat zullen anderen wel niet van me vinden? Van die gekke mevrouw die daar een beetje in dat park bezig is. Maar heel veel mensen vonden het leuk. Ik kreeg applaus bijvoorbeeld. Mensen begonnen een praatje met me te maken. Sommigen hebben geliked op Facebook. Ik kan het ook wandelen doen. Gewoon een kniebuiging maken, iets oprapen, noem ik troeptrimmen. Omdat ik het woord veel leuker vind en daardoor ook gewoon de actie veel leuker. Dus ik heb gewoon een glimlach op mijn gezicht als ik zeg troeptrimmen dan opruimen. Ik ben Brigitte Paulussen en ik ben supporter van Schoon. Als supermarktondernemer wil je altijd graag je omgeving schoon houden. En dat begint met je parkeerplaats. 'S ochtends als je aankomt een paar papiertjes oprapen. En op een gegeven moment zag ik in onze omgeving dat ook de omgeving redelijk vervuilde. Met name de fietsroutes waar de school juist langs fietste. Toen zijn we daarmee begonnen ook dat schoon te houden. En toen wij aan zijn gehaakt bij de landelijke opschoondag van Nederland Schoon, viel dat op. En inmiddels is het iets wat wordt gedragen door het hele dorp. Iedereen springt bij en doet iets. Dus de horecaondernemers die sponsoren de koffie voor de opschoondag. Een andere horecaondernemer die heeft vorig jaar een groepje kinderen dat meedeed, getrakteerd op een bakje met friet. De sportverenigingen die wij onder andere sponsoren doen mee. Ondernemers in buurdorpen doen mee. Aankomend jaar wil de school ook mee gaan doen. Dus ja, het spreidt zich uit als een olievlek. Ik ben Jeroen Schippers van Schippers Supermarkt in Doorn en wij zijn supporter van Schoon. McDonald's die werkt al jaren aan het verminderen en het hergebruiken van ons afval. Door slimmer plaatsen van onze afvalbakken hebben we enerzijds ook gezien dat je eigenlijk minder vuilbakken kan plaatsen. En slimmer plaatsen zorgt er ook voor dat je eigenlijk 50% minder zwerfafval hebt. Dat hebben we gemeten. Dus we proberen de afvalbakken neer te zetten op de plaats die zo toegankelijk mogelijk is voor onze gasten. Waardoor ze eigenlijk met zo weinig mogelijk moeite hun afval kunnen weggooien. Wat we in dit geval doen in Sassenheim, heeft de franchise-nemer in samenwerking met de gemeente ervoor gezorgd dat buiten het terrein, in de wijde omgeving, heb je hier bijvoorbeeld een station, heb je hier een fietstunnel, dat ook op die plekken vuilnisbakken van McDonald's worden geplaatst. En deze vuilnisbakken worden 2 keer per dag geledigd.
De missie voor mij is te zorgen dat we blijven innoveren en blijven zoeken naar oplossingen om ons zwerfafval tot een minimaal te herleiden. Mijn naam is David Kleinens en ik ben supporter van Schoon. Voor Apenhul is het heel belangrijk dat ons park schoon is. Allereerst natuurlijk voor de dieren. Het is heel vervelend als er troep rondslingert, omdat dieren nou helemaal niet weten precies wat gezond en niet gezond voor ze is. Maar het is ook voor de mensen heel erg van belang. Wij proberen als park liefde voor de natuur te laten ontstaan. En daarbij is de omgeving heel erg van belang. Als je in een fijne groene omgeving bent, waar het schoon is, dan komt die boodschap van duurzaamheid en van natuur veel beter over dan wanneer het een troep is. Een van de dingen waar we tegenaan liepen in Apenhul is dat mensen overal hun peuken lieten slingeren. En apen gingen daar ook aan zitten. En we hebben toen met Nederland Schoon concludeerd dat we misschien beter konden gaan verleiden. Dus om mensen te stimuleren om te roken op de goede plekken in plaats van dat we het heel hard gingen verbieden wat we eerder wel geprobeerd hadden. Het leuke van Apenhul vind ik dat mensen hier komen om het leukste dagje uit van voor hen van het jaar te hebben natuurlijk. En dat ze naar huis gaan met de wil om een klein dingetje in hun leven te veranderen. Mijn naam is Koen de Ruiter. Ik ben supporter van Schoon. Tweeënhalf jaar geleden mocht ik wethouder hier worden in Arnhem. En in mijn portefeuille kreeg ik ook het onderwerp afval. Thuis vind ik afval best wel irritant. Hoe ga ik nou een beetje liefde krijgen voor dat afval? En bij mij zit die vooral doordat ik denk van het gaat om de schoonheid. Dus je wilt een opgeruimde stad, maar ook wat voor schoonheid afval weer kan opleveren in kledingstukken, mooie kunstobjecten. En we zijn hier op dat moment, 2,5 jaar geleden, begonnen wij hier ook met een project omgekeerd inzamelen. Dus een methodiek waarbij je zegt het restafval. Dat willen we zo klein mogelijk maken, maar we gaan het juist makkelijker maken met die onderdelen uit afval die hergebruikt kunnen worden. Toen hebben we gedacht, we gaan werken met afvalcoaches. En niet alleen helpen ze mee afval goed te scheiden, ze zijn ook onze oren en ogen in de wijken. Dat is een mooie bijvangst. Ik ben Ine van Burgstede en ik ben supporter van Schoon. Ik ben met afval in aanraking gekomen toen ik lokaal politiek actief was en er een systeem werd ingevoerd waarbij een wat mij betreft averechts effect werd bereikt. En toen zijn we daar strijd tegen gaan voeren. Het afvalbeleid is aangepast en het belangrijke daarom vonden wij dat het van afval naar grondstoffen ging. Mensen werden gestimuleerd om grondstoffen in te zamelen en ik denk dat je dat nu overal in het land ziet. En ik ben ook heel blij dat je dat niet meer alleen bij mensen thuis ziet, maar dat het ook zo belangrijk is dat die straten schoongehouden worden. Uiteindelijk is dat ook de reden dat ik nu nog steeds een afvalland ben. Niet meer wethouder, maar nu directeur van een vereniging voor huisvuilinzamelaars. Als je het schoon houdt en je zamelt het in, dan kun je er weer nieuwe dingen van maken in plaats van dat je het moet verbranden. Wat natuurlijk eeuwig zonde is, omdat je gewoon grondstof aan het verbranden bent. Ja, het werk van mij is geslaagd als steeds meer mensen begrijpen wat voor bijdrage ze daarmee leveren aan de wereld van de toekomst. De wereld voor mijn zoontje van 4 maanden en voor hun eigen kinderen. Ik ben Olaf Prinsen en ik ben supporter van Schoon. Het is natuurlijk wel typisch hè, als je kijkt naar zwerfafval en gedrag. Want zwerfafval is natuurlijk niet iets dat je overkomt. Je doet het zelf. Jij doet het natuurlijk nooit zelf. Het zijn altijd andere mensen. Maar met elkaar maken we wel heel veel zwerfafval. Ik ben zelf iemand die meer is van de bonus, dus van de beloning, dan van de malus, bijvoorbeeld de boete. En we zien ook dat mensen veel meer geïnspireerd zijn als ze iets krijgen dan als ze een negatieve behandeling hebben. De pilot Schoon Belonen werkt zo dat we met sportverenigingen en scholen en eventueel andere verenigingen projecten draaien om zoveel mogelijk plastic petflesjes te verzamelen uit het zwerfafval en drankblikjes. En als volwassenen en kinderen dat doen, dan krijgen ze een vergoeding daarvoor. En met die vergoeding kan je dan bijvoorbeeld een barbecue of een jaarlijks feest organiseren. Het gaat erom dat als mensen deelnemen aan het project, ze een beloning krijgen. En die beloning kan in allerlei vormen uitgekeerd worden. Ik ben Isabel Dix en ik ben supporter van Schoon. Ja,
Ik ben al eigenlijk DJ sinds mijn 15e. Constant bezig met elektronische muziek. Heel veel evenementen georganiseerd. Daarnaast een passie en een grote interesse voor duurzaamheid. En bij Digital kan ik die twee eigenlijk perfect combineren. Ja, we willen gewoon Digital zo schoon mogelijk hebben. Binnen Digital hebben we de wegwerpbekers vervangen door hardcups. En het hardcup systeem werkt op basis van een deposit. En we vragen mensen dan ook om die bekers bij zich te houden en elke keer weer in te wisselen bij de bar. En zodoende hebben we eigenlijk al het wegwerpplastic vervangen. En zijn we 80-90% minder vervuilend op het gebied van plastic. Naast het hardcup systeem hebben we ook een volunteerprogramma. Binnen dat volunteerprogramma hebben we een aantal teams die ervoor zorgen dat het hele terrein schoon blijft. En hebben we onze eigen recyclestraat waar we ons afval na sorteren, zodat we mooie monostromen van plastic hebben die vervolgens weer geupcycled kunnen worden. Ik ben Milan Meiberg en ik ben supporter van Schoon. Michie was 8 weken toen hij bij ons kwam wonen. En vanaf dag 1 was hij al hier helemaal aanwezig. Hij liep hier door het huis en te stuiteren alsof hij hier al jaren woonde. Met hem naar hondenschool geweest. 3 cursussen heeft hij gehad. En hij liep al heel snel los in het park. En als je geen tennisballetje bij je hebt of een frisbee, dan gaat hij zelf op zoek. En dan komt hij 9 van de 10 keer terug met een flesje en daar wil hij mee spelen. En die neemt hij net zo lang mee totdat we weer thuis zijn. Hij heeft een tijdje blikjes ook gepakt, maar dat vonden we zelf een beetje griezelig, omdat het is gewoon scherp. En hij bijt er ook in. En het geluid wat dat maakte, vond hij wel heel erg interessant. Maar zelf vond ik het wel een klein beetje griezelig. Dus de blikjes laten jullie ook liggen. Hij gooit hem voor je voeten, dat je hem weg kan schoppen. Dat blijft hij steeds doen, maar uiteindelijk neemt hij gewoon mee naar huis. En dan legt hij ze hier voor de voordeur en dan kunnen wij ze in de afvalcontainer gooien. In Almere scheiden we ook het afval, dus we gooien hem in de plastic container. Dit is Mushy en ook hij is supporter van Schoon.